Beste leden van de gemeenteraad, hartelijk welkom op uw eerste vergadering na de zomervakantie, na het zomerreces. We gaan weer van start. Welkom ook het publiek en de kijkers thuis. En ik heb begrepen dat de heer Mors wat wil zeggen. Ja, voor u staat, zoals u herkent, de Nestor van de Raad. En waarom sta ik hier? Na het zomerreces, onze eerste vergadering, en er is wel het nodige veranderd. Onze voorzitter, burgemeester Frank Streng, daar heeft u op 18 augustus een persbericht van gekregen. Die heeft zijn werkzaamheden neergelegd voor langere tijd vanwege gezondheidsklachten, zenuwpijn. Dat zal naar verwachting geen griepje zijn met een paar dagen, maar als eerder kwestie van weken, enkele maanden. En vanaf deze plaats denk ik dat het goed is om te zeggen, Frank, namens u allen, een goed herstel. Neem er de tijd voor en kom krachtig terug. En daar zien we ook naar uit, naar je rentree. En velen van u zullen al een berichtje hebben gestuurd naar Frank. Dat zal hij hartstikke leuk vinden. En morgen zullen we, dat heb ik met de griffie afgesproken, een bosje bloemen namens onze eerste raadsvergadering aan hem toezenden. Dan, ja, de vervanging. Op dat moment, een delegatie van onze raad is naar de commissaris van de Koningin gegaan voor een plaatsvervangend burgemeester. Daarbij in gedachten hebben, we hopen dat het iemand is die verbindend gaat werken binnen onze gemeente. En het is geworden, mag het wel zeggen, zo met voornaam denk ik, Dennis Straat. Een van de mooiste dingen die ik direct vernam, hij had jaren in Hoogwoud gewoond. Dus hij heeft de nodige West-Friese cultuur om zich heen geproefd tijdens zijn jeugd. En ja, hij zit hier natuurlijk, welkom. En hij zit op een goede stoel. Ambtsketen wordt gedragen, ik zie de hamer. Die wel dus wat lastig is, maar ik heb vanavond even gekeken, alles zit weer vast en goed. Er staat ook een belletje, dat is voor de tijdsoverschrijdingen. Er zijn bijzondere herinneringen aan. Maar ik heb wel gelezen in het verslag van het presidium dat je het op prijs stelt, en dat klinkt naar alle raadsleden dan door. Doe het kort en bondig, dan maak je een stevige indruk. Dus misschien is dat belletje helemaal niet nodig. Ik wil hem nu ook niet horen. Daarom zal ik snel eindigen. Welkom, plaatsvervangend burgemeester, voorzitter van onze raad en burgervader voor alle inwoners van de gemeente Medemblik. Ik wens je een hele goede tijd. En ter herinnering en om thuis te komen op een goede manier straks, hebben wij hier een bloemetje voor je. Welkom, bloemetje. Dat is jou vanavond van horen dat je een goede omstandigheid hebt. Meneer Mors, hartelijk dank voor uw mooie woorden als Nestor van de Raad. Ik val misschien nog wel een keer op u terug met uw ervaring hier. In eerste plaats voel ik me heel welkom onder u. Meneer Mors zei het al, ik heb een West-Friese jeugd. Opgegroeid en op school gezeten in Horen. En vaak ook door deze prachtige gemeente gefietst. Door weer en wind, kan ik u melden. Dus door de West-Friese klei. Maar het doet me goed om weer terug te zijn in het West-Friese land. En we gaan er iets moois van maken. Ik hoop de komende maanden met u te kunnen investeren op die verbinding en op een goede start dit nieuwe politieke seizoen. En ik kijk er naar uit om vandaag uw voorzitter te zijn. En voordat ik u vraag om een kort moment van stilte, meld ik u dat ik vanmiddag nog even contact heb gehad met Frank Streng. Om even te horen hoe het met hem gaat. Hij doet u de hartelijke groeten. En hij is, zoals meneer Mors al zei, herstellende en aan het, nou, nog steeds, dat kost echt even tijd. Maar hij vond het heel, ik vond het ook fijn om hem weer even te spreken. U krijgt een hartelijke groeten van hem.
Mag ik vragen om een kort moment van stilte? Dank u wel. Bij aanvang van de vergadering meld ik u dat mevrouw Blauw afwezig is. En zoals u waarschijnlijk heeft gezien, is er een tractatie en is de heer Berenpoot vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd. Met een prachtige leeftijd. En daarmee sluit ik de opening en gaan we door naar de agendapunt 2, de loting voor de volgorde van de stemming. Meneer Mos heeft al veel verteld over alle attributen die hier staan. Nummer 22. Dat is de heer Braaksma. Dan zijn we bij agenda punt 3, de vaststelling van de agenda. Ik stel vast dat er voor de agenda punt C2... het raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan centrumplan woningbouw Abbekerk en voor agendapunt C4, het rekenkameronderzoek informatieveiligheid, geen raadsinstrumenten zijn ingediend. En ik stel u voor om beide raadsvoorstellen als hamerstuk te behandelen, respectievelijk als B4 en B5. Dat heeft u instemming. Al dus besloten. En daarmee is de agenda ook gewijzigd vastgesteld. Dan komen we bij de ingekomen stukken en mededelingen. Dagelijks ontvangt de Raad brieven van inwoners, organisaties en dergelijke. En bij de ingekomen stukken bepaalt de Raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. En daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken in categorie 1 voor kennisgeving aan te nemen. In categorie 2 de afdoening aan het college over te laten en de Raad hierover te informeren. En in categorie 3... het college te verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren. En de Raad neemt hier een besluit over deze voorstellen. Voorzitter. Ik moet nog even... Ja, meneer Beuken. Ik zou graag bij het tweede punt... wordt aangegeven om de zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bloesemgaarden Noord van 1 naar 3 te behandelen... Gezien het om zienswijze gaat om een bestaand woningbouwplan en er verwezen wordt naar een op dit moment niet in behandeling zijn woningbouwplan, lijkt ons dat onjuist. En wij zouden dan de indiener in ieder geval willen verzoeken of dat of naar categorie 2 of diegene in te trekken. Okay. U bent me een klein beetje voor, want ik had net willen zeggen dat er twee wijzigingsvoorstellen zijn waarvan u er op één reageert. De heer Berenpoot heeft twee mutatievoorstellen gedaan. Wilt u dat nog kort toelichten, meneer Berenpoot? Wilt u uw microfoon gebruiken, meneer Berenpoot? Ik kan er een hele hoop over zeggen. Bij de bewoners van de Horenseweg heerst veel onbegrip over de situatie. Ze hebben op 2 maart een brief geschreven. Daar is tot op heden niet op gereageerd. Ze hebben een nieuwe brief geschreven. En daar is ook nog geen antwoord op. Dus ze voelen zich niet serieus genomen. Dus vandaar dat wij verzocht hebben om het te verplaatsen. En als we het dan over het tweede plan hebben, dan hebben we het over 12 ingekomen zienswijzen, waarvan een van de provincie. En de provincie die geeft aan dat een ander plan mogelijk sneller en eerder ontwikkeld kan worden. Nou, op 6 oktober vindt er een ronde tafelgesprek plaats. Dan gaat een van de betrokkenen gaat inspreken. De VVD heeft al eerder gevraagd om een informatienota over dit onderwerp. Daar hebben we toen een antwoord van niks op ontvangen. Dus wij zouden graag voor dat ronde tafelgesprek willen weten van, ja, wat is nou de status van het hele gebeuren? Stuur nou de informatienota die we al eerder gevraagd hebben. Dank u wel. Ik heb overleg gehad met het college over uw twee mutatievoorstellen. Het college stelt u voor om niet mee te gaan met de mutatievoorstellen die de heer Berenpoot voorstelt.
op het project Horensweg. Omdat, nou, ik heb begrepen, meneer Berenpoot, heeft u er ook schriftelijke vragen over gesteld. Die worden beantwoord. En het verzoek is om daarop te wachten. En bij de zienswijze op het bestemmingsplan. Loopt de normale wettelijke procedure over het bestemmingsplan. En daar stelt het college voor om binnen die zienswijsprocedure het gewoon af te handelen. Bij het eerste punt. Meneer Berenpoot, zegt... het is niet de bedoeling om er een heel lang debat over te voeren. Nee. Dus, bij het eerste punt is de enige vraag van op welke termijn. Dan moet ik even kijken naar de wethouder of die daar iets over kan zeggen. Oké. Weet u wanneer het... Moeten we even nakijken. Ik stel u voor dat we dat zo snel mogelijk aan u laten weten op welke termijn. Nou, akkoord verder. Ja? En het tweede punt. De discussie zetten we voort op 6 oktober, dus geen probleem. Ja. Dan stel ik vast dat u uw mutatievoorstellen dus intrekt. Dat u akkoord gaat met... Ja? Oké. Okay. Stel ik ook vast dat de raad de lijst van de ingekomen stukken vaststelt met in, zoals die nu ook op de agenda staat. Dan gaan we naar agenda punt 5, het vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van 11 en 14 juni 2022. Er zijn geen bijzonderheden, dat wil zeggen er zijn geen wijzigingsvoorstellen ontvangen en ik constateer dat de besluitenlijst de instemming van de raad heeft. Ik kijk even rond. Dat is het geval. Dan is de, zijn de besluitenlijsten al dus vastgesteld. Dan gaan we naar onderdeel B, de hamerstukken. B1, de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van artikel 25 lid 3 van de gemeentewet. Het college heeft de raad informatie aangeboden over het onderwerp afvoeringsregelingen. En het college wil dat de brieven geheim blijft en dat vereist een bekrachtigingsbesluit van de raad. En het college doet de raad daartoe een voorstel. Wenst iemand stemming? Dat is niet het geval. Wenst iemand aantekening in de besluitenlijst? Dat is ook niet het geval. Dan stel ik vast dat de raad besloten heeft. Het collegebesluit van 19 juli 2022, waarin geheimhouding is opgelegd, omtrent het behandelde in die vergadering en documenten omtrent afvloeingsregelingen te bekrachtigen en hiervan inhoudelijk kennis te nemen. We gaan naar agenda punt B2. Het aanwijzen van AB-leden voor de gemeenschappelijke regelingen. In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Dit heeft geleid tot een gewijzigde samenstelling van het college. En nu de portefeuilleverdeling bekend is, kunnen leden van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regelingen aangewezen worden. En dit is een verplichting op grond van artikel 13 van de wet gemeenschappelijke regelingen. Wenst iemand stemming? Voorzitter, ik heb daar een opmerking over, ook al in Parelberg van gemeentebelangen. Dank u wel. In de commissie gezegd dat de heer Strenger hier nog bij staat. Toen is volgens mij gezegd dat het aangepast zou worden. Maar nu zie ik onze burgervader er nog steeds in staan. Dat is mij ook opgevallen, maar ik kijk ook even naar de griffier. Want omdat ik de heer Strenger vervang, kan ik me voorstellen dat het zo blijft. En dat zolang ik de heer Strenger vervang, dat ik de waarnemer ben van de heer Strenger in dit geval. En zo zou ik hem ook willen behandelen. Als u daarmee akkoord gaat, dan... Ja, akkoord. Ja. De griffier stemt in, knikt, dus het klopt. Dank voor uw punt. Wenst er iemand stemming, vraag ik nog een keer. Dat is niet het geval. Wenst iemand een aantekening in de besluitenlijst? Dat is ook niet het geval. Dan stel ik vast dat de raad al dus besloten heeft de volgende leden van het college aan te wijzen als leden, respectievelijk plaatsvervangende leden, om zitting te nemen in de algemene besturen van de volgende gemeenschappelijke regelingen met terugwerkende kracht vanaf 12 juli 2022. Voor de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap West-Friesland de heer Nederpelt als lid en als plaatsvervangend lid de heer Broeders. Voor Werkzaam West-Friesland de heren Nijsing en Gringhuis als lid en als plaatsvervangend lid de heer Broeders. En voor het West-Fries Archief dus de heer Streng en ik als plaatsvervanger zolang de heer Streng afwezig is en als plaatsvervangend lid de heer Nederpelt. Dan gaan we naar agenda punt B3, het ontwerp ontgevingsvergunning Wings of Change, schoolweg 4, Andijk. De raad wordt voorgesteld te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden en het vergunnen van bouwwerken ten behoeve van de opvang van de roofvogels en de daarmee samenhangende educatie en dagbesteding en tevens het gebruiken van gronden en het vergunnen van bouwwerken ten behoeve van een paardrijbak aan de schoolweg 4 in Andijk. Wenst iemand stemming?
is niet het geval. Wenst iemand aantekeningen in de besluitenlijst? Dat is ook niet het geval. Dan stel ik vast dat de raad besloten heeft te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden en het vergunnen van bouwwerken ten behoeve van de opvang van roofvogels en daarmee samenhangende educatie en dagbesteding en tevens het gebruiken van gronden en het vergunnen van bouwwerken ten behoeve van een paardrijbak aan de schoolweg 4 in Andijk. Dan gaan we naar agendapunt B4, die we zojuist hebben verplaatst van de bespreeklijst naar deze lijst. Het raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan centrumplan woningbouw Abbekerk. De gemeenteraad heeft op 18 oktober 2017 kaders vastgesteld voor de locatie gemeentewerf IJsbaan Abbekerk. Na een participatietraject is er een voorkeursscenario uitgewerkt in een bestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. De volgende stap in deze procedure is de vaststelling van het bestemmingsplan. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de nota beantwoording zienswijze, het bestemmingsplan centrumplan woningbouw Abbekerk vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen. Wenst iemand stemming? Wenst iemand? Oh, u heeft een stemverklaring. Ja. Meneer, heb iemand anders nog een stemverklaring? Meneer Berlijn? Ja. En meneer Zeilenmaker? We beginnen bij meneer Berenpoots. Wel, voorzitter. De VVD heeft vastgesteld dat het participatietraject in deze goed doorlopen is. Daarnaast heeft de dorpsraad van Abbekerk de VVD desgevraagd medegedeeld dat het plan enthousiast ontvangen is. De VVD heeft er vertrouwen in dat de discussie over de paaltjes in goede harmonie zal worden opgelost. En is van mening dat we echt voor paal zouden staan als we het project hierdoor vertraging zouden laten oplopen. Meneer Berenpoot. Wij staan dus achter het plan. Het is echt niet de bedoeling dat u een hele verklaring, maar een stemverklaring is een kort verklaring, hè? Ja, voor mij is dit heel kort. Ja, voor jou. Ja. Maar gelukkig bepaal ik de orde. Nou, omdat hij jarig is. Nog één zin, meneer Berenpoot. Wij staan erachter. We feliciteren Abbekerk. We bedanken de vorige wethouder. En wensen de nieuwe wethouder dank ook veel succes met dit soort dossiers. Dank u wel. Meneer Berlijn. Dank u wel, voorzitter. Nou, Hart van Meenblik is blij met de toezegging die de heer of wethouder Broeders heeft gedaan om inwoners uit de eigen gemeente voorrang te geven bij dit project. En daar zijn we heel blij mee. Dank u wel. Meneer Zeilenmaker. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn ook heel blij met dit plan voor Abbekerk. Abbekerk wacht al een hele tijd op meer uitbreiding van woningen. Het is een hele goede participatie geweest. Dus gefeliciteerd, Abbekerk. Dank u wel. Zijn er nog andere stemverklaringen? Dat is niet het geval. Wenst iemand een aantekening in de besluitenlijst? Dat is ook niet het geval. Dan stel ik vast dat de raad besloten heeft in te stemmen met de nota beantwoording zienswijze, inclusief overzicht ambtshalve wijzigingen. En het bestemmingsplan centrumplan woningbouw Abbekerk met het kenmerk vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen. Dan gaan we naar agendapunt B5, het rekenkameronderzoek informatieveiligheid. De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het onderwerp informatieveiligheid. De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd aan de commissie. De rekenkamercommissie stelt de raad in kennis. Stelt de raad voor kennis te nemen van het rekenkamerrapport informatieveiligheid, de conclusies ervan over te nemen en de aanbevelingen vast te stellen en het college op te dragen om een aantal acties te nemen die aan de informatieveiligheid bijdragen. Wenst iemand stemming over dit onderwerp? Stemverklaring alsjeblieft, voorzitter. Stemverklaring. Even kijken, wenst er iemand stemming? Dat is niet het geval. Dan begin ik bij de heer Heestermans. Dank u wel, voorzitter. Ik stem voor, maar we zijn betreurd over de wijze waarop we geïnformeerd zijn en we zijn betreurd over de uitkomsten uit de rapportage van onze informatieveiligheid. Desondanks moeten we door en zijn we blij met de stappen die zijn gezet. We hopen dan ook periodiek op de hoogte te houden geworden van de resultaten die zijn genomen. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Visser van de ChristenUnie. Ja, voorzitter. Wij zijn blij met het onderzoek en zullen er ook voorstemmen als hamerstuk. Wel heb ik de opmerking, eigenlijk hetzelfde, maar ik ga die eens maar niet herhalen, over de procedure en het vrijgeven op een manier die ik onverstandig vind.
Ik heb ook een oproep even aan de verdere verwerking bij het college of bij de wethouder. Om vooral op dit onderwerp de samenwerking regionaal op te gaan zoeken. Vanwege dan de kosten en de effectiviteit. En ik vroeg me af wat de verdere implementatie van dit rapport gaat kosten. En de wethouder roep ik op als hij boven de 50.000 euro gaat geven. Dat het nog steeds dan via de raad moet om daar budget voor te halen. En dat mis ik een beetje. Kan ook niet anders, want daar gaat de rekenkamer niet over. Maar ik geef het wel op voor het vervolg van dit rapport. Dank u wel. Zijn er nog andere stemverklaringen? Heer Parelberg, gemeenteplannen. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij stemmen in onder de toezegging van de wethouder dat hij gedaan heeft dat hij periodiek een overzicht geeft van de risico's, de beheersmaatregelen en acties. En dat hij dat periodiek aan de raad zal geven. Dank u wel. De heer Mos van D66. Dank u wel, voorzitter. Ook de fractie van D66 is de Rekenkamercommissie zeer erkentelijk voor het onderzoek. En wij wachten met belangstelling de aanpak en het resultaat ervan af. Dank u wel. Zijn er nog andere stemverklaringen? Dat is niet het geval. Wenst iemand aantekening in de besluitenlijst? Dat is ook niet het geval. Dan stel ik vast dat de Raad besloten heeft kennis te nemen van het rekenkamerrapport, informatieveiligheid, de conclusies ervan over te nemen en de aanbevelingen vast te stellen en het college op te dragen nog in 2022 een beleidskader voor informatieveiligheid op te stellen dat voldoet aan de bio en ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Tenminste één keer per jaar de gemeentelijke informatiebeveiliging door een externe partij te laten testen op kwetsbaarheden en dit in de planning- en controlecyclus op te nemen. En de verantwoordelijkheid voor informatieveiligheid, informatiebeveiliging expliciet en als apart onderwerp bij een portefeuillehouder te beleggen. Een plan van aanpak voor bewustwording, cultuurverandering en bekwaamheid van de medewerkers op te stellen en de gemeenteraad hierover te informeren. En in overleg te treden met de SOM met het doel alle relevante certificaten, normeringen en service level agreements te verkrijgen. Tot zover de hamerstukken. We gaan naar deel C, de bespreekstukken. En we beginnen met de mei-circulaire 2022. En op 31 mei publiceerde het gemeentefonds de mei-circulaire. En deze informatie is doorgerekend voor de gemeente Medemblik. En normaliter werden de uitkomsten van de mei-circulaire verwerkt bij de herfstnota. En hiermee werd de programmabegroting later in het jaar geactualiseerd. Waardoor een actueel inzicht ontbrak. Daarom worden de uitkomsten van deze mei-circulaire nu voorgelegd als collegevoorstel. En de Raad wordt voorgesteld de uitkomsten van de mei-circulaire gemeentefonds 2022 vast te stellen en te verwerken in de meerjarenbegroting. En bij dit agendapunt is een motie ingediend door de heer Heestemans van de VVD. En de indiener, de heer Heestemans, krijgt een minuut de tijd om een toelichting te geven op de motie. Gaat uw gang, meneer Heestemans. Ja, dank u wel, voorzitter. De gemeenteraad maakt haar keuzes altijd in het belang van de gemeente. En dit doen we aan de hand van de beschikbare informatie die wij bezitten. Wij waren dan ook heel blij met de mei-circulaire die tijdig aan ons is voorgelegd. Want in het verleden is het met de mei-circulaire en september-circulaire niet altijd zo geweest. Daarom is deze motie ook ingediend om ervoor te zorgen dat wij als raad altijd tijdig geïnformeerd zijn. Zodat wij gewogen keuzes kunnen nemen in het belang van de gemeente. Daarom vraag ik u in te stemmen met deze motie. Dank u wel. Dank u wel. Het betreft hier een raadsbreed onderwerp. Welke fractie wenst dat zij met meer woordvoerders kunnen spreken? Dat is niet het geval. Dan gaan we naar de eerste termijn. U wordt verzocht om in eerste termijn het voorlopige standpunt ten aanzien van het raadsinstrument als mede vragen aan de indiener en of het college kenbaar te maken. Ik ga met de klok mee en ik begin bij het CDA. Ja, bedankt voorzitter. Mevrouw Zalman. In eerste instantie vind ik het een mooi initiatief en een goed streven, want tijd is geld. Maar wij wachten graag de mening van de portefeuillehouder even af. De ChristenUnie, mevrouw Visser. Voorzitter, de eerste termijn gaat ook over het raadsvoorstel zelf. Gaat ook over het raadsvoorstel zelf, hè? Nou, ik kan niet anders zeggen dan dat het een prachtige mei-circulaire is. We hebben al in de krant gelezen hoe de wethouder van Financiën daarmee en de 30% verhoging, dat is een ander debat, daarmee toch wel gaten heeft weten te dichten. Maar het is een mooie circulaire en daar zijn we blij mee. Hadden we die maar wat eerder gehad, om het zo maar te zeggen. Wij stemmen de motie van de VVD. Wij hebben regelmatig, of bijna elk jaar, moeite gehad om de mei-circulaire
op tijd te kunnen verwerken met elkaar, waardoor je toch achteraf ook bij de begroting soms vraagtekens kreeg. Dus dit is een mooi streven. Hij was nu dus ook prima op tijd. Ja, laten we dit vasthouden en zoals de VVD voorstelt, dit als regel adopteren en niet als uitzondering. Oké, ik moest nog even wennen aan de volgorde. Want de VVD-fractie, als ik aan de tafel rondga, sloeg u over omdat de heer Eestermans de indiener is. Maar is er iemand anders van de VVD-fractie die het woord wil voeren? Dat is niet het geval. Dan ga ik naar GroenLinks. Ja, dank u wel, voorzitter. Sorry, er stond alleen niet verschuiven. Er staat niet dat de microfoon niet naar beneden mag. Sorry. Ja. Ik hou in ieder geval heel kort. We kunnen instemmen met de wijncirculaire. Meneer Huisman, misschien kunt u even een andere microfoon gebruiken. Even kijken, zonder mijn bordje weer naar beneden, Tom. Er zit geen ruimte. Dames en heren. De heer Huisman heeft het woord. Ik zal hem nu heel kort houden, dan ga ik even verhuizen. Ik hou me heel kort, dan verhuis ik. We kunnen instemmen met de wijncirculaire. En ik ben benieuwd wat de wethouder vindt van het voorstel van de VVD. Nou, een beetje, ja. Ik ben benieuwd wat de wethouder zegt over het voorstel van de VVD. En daar laten we onze keuze van afhangen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Huisman. D66. Ja, voorzitter, dank u wel. Mijn circulaire akkoord, zoals ook in de commissie al besproken. Wij vinden dit een motie met een goede en logische gedachte. Maar we hebben wel de vraag aan de wethouder of dat voor wat betreft de septembercirculaire deze vraag realistisch is. Voor de aanstaande begroting lijkt ons dat sowieso niet meer te lukken. Dus wij houden ons oordeel nog even op en we zullen dat geven nadat we de wethouder hebben gehoord. Dank u wel. Dank u wel. Fractie Morgen, de heer Beuker. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij kunnen akkoord gaan met deze meicirculaire. Het is natuurlijk wat dat betreft positief dat we de komende jaren vanuit het Rijk in ieder geval extra middelen toebedeeld krijgen. Is ook hard nodig om onze reserves wat aan te vullen. Wat betreft de motie van de VVD, wat betreft de informatievoorziening, daar kunnen wij ons op zich wel in vinden. Maar ook al wat mijn buurman net zei, de heer Mors, over de septembercirculaire. Ja, de begroting is meestal een proces wat echt wel tijd vergt. En ik geloof dat de septembercirculaire pas een week of twee weken bekend is. Ja, om dat in je begroting vervolgens te verwerken, ik denk dat dat gewoon niet realistisch is. Maar daar horen wij graag het commentaar van de portefeuillehouder over. En mijn buurvrouw hiernaast, die kwam erachter dat in het raadsvoorstel nog de portefeuillehouder, de heer Kuipers, vermeld staat. Dus dat moet even gecorrigeerd worden. Het laatste gaan we doen. De fractie gemeenteplannen. De heer Plekker. Ja, dank u wel, voorzitter. Als eerste het raadsvoorstel, daar kunnen wij mee instemmen. De meicirculaire had niet op een beter moment kunnen komen. Als we dat niet hadden gekregen, die meevallers, dan hadden we echt rigoureus moeten ingrijpen met bezuinigingen. Dus dat kon niet beter. Het geeft wel aan dat we enorm afhankelijk zijn van de landelijke overheid. En dat baat ons toch wel zorgen, zeker over de overheving van de verschillende taken, maar ook naar de middelen die we uit het gemeentefonds krijgen. Dan de motie van de VVD. Daar kunnen wij op zich positief in meegaan. Het is natuurlijk wel zo dat de meicirculaire wordt eigenlijk altijd al betrokken en verwerkt in de begroting. Dus dat zou eigenlijk wat overbodig zijn. En eigenlijk wel twee vragen aan de indiener, hoe je dat zeg maar praktisch voor u ziet. De septembercirculaire kan natuurlijk niet in de begroting verwerkt worden. Ziet u dat dan als een soort bijlage met een oplegger wat zeg maar globaal de gevolgen zijn? Daar kunnen we wel iets bij voorstellen. En het tweede zien wij niet dat de septembercirculaire zeg maar, als dekkingsmiddel gebruikt mag worden. Dus dat bij moties bij de begroting de septembercirculaire wordt aangehaald van, nou, daar zit een meevaller in, dus daar kan zeg maar de motie mee gedekt worden. Dus nou, die twee vragen zou ik graag nog aan de heer Eestermans willen voorleggen. Dank u wel. Dank u wel. En tot slot, hart voor medeblik. De heer De Waal. Dank u, voorzitter. Ook hart voor medeblik kan instemmen met dit raadsvoorstel. En we steunen de motie van de VVD, de heer Heestermans van harte, die voorziet in extra informatie waarop geanticipeerd kan worden. Dus prima, prima motie wat ons betreft. Dank u wel. En dan is tot slot het
woord aan de indiener, de heer Heestemans. Ja, terugkomend op de vraag van de heer Plekker. Ja, u moet het gewoon zien als extra informatie, dus inderdaad als bijlage met een oplegger. Dat, zo zien wij dat ook voor ons. En wat was de tweede vraag nou precies? Want die ja, niet dat zeg maar, moties ingediend worden bij de begroting en dan gezegd wordt, nou, de dekking komt uit de september circulaire, want daar zit een meevaller in. Ja, daar zijn we mee eens inderdaad. Ja, dus. Oké. Okay, dank u wel. Dan is het woord aan het college, aan de portefeuillehouder. Ja, dank u voorzitter. Ik geloof dat we het allemaal redelijk eens zijn met elkaar. Dus dat is gewoon hartstikke mooi. We gebruiken die septembercirculaire niet om de begroting wel of niet mee op te plussen. Dat heeft de meneer Plekker uitgesproken en dat heeft meneer Heestemans ook uitgesproken. Dus daar ben ik heel blij mee, want anders zou het wel erg ongeorganiseerd worden. Nou, ik kan zeggen een sympathieke motie. Ik denk dat er ook iets in staat wat we allemaal belangrijk vinden. Dat is gewoon actueel, financieel geïnformeerd worden door het college aan u als raad. De tweede bullet van constaterende dat, daar staat dit overzicht voorgaande jaren niet werd geboden. Ja, dat is niet correct. Vorig jaar hebben we een exact zo'nzelfde cyclus gehad. Dat u geïnformeerd bent en dat er ook een raadsvoorstel aan is gekoppeld. Vorig jaar kwam dat omdat er een heel groot incident in zat als het ging over de coronamiddelen. Nu is dat omdat er een heel groot incident aan zit voor de energietoeslag. Dus vandaar dat dat ook echt nog vertaald is in een raadsvoorstel. Maar u wordt altijd geïnformeerd over de resultaten van de meicirculaire en ook over die van de septembercirculaire. De meicirculaire kunnen we heel goed verwerken in de begroting en dat doen we ook altijd. Alleen de septembercirculaire, dat lukt niet. Dus daar zit dan precies de crux. In principe zeg ik, deze motie is echt overbodig. Want wij informeren u al jarenlang en de laatste twee jaar dan ook met een expliciet raadvoorstel. Omdat er van die grote verschillen in zitten. Meestal is het ook zo dat de meicirculaire, ja, daar komt het echte nieuws in. En de septembercirculaire wil ik niet bagatelliseren, maar is over het algemeen veel minder van belang. Dus in die zin zeggen we van, we ontraden de motie, hij is overbodig. Maar dat zit hem vooral in dat u inderdaad schrijft van voor de behandeling van de begroting. En daar zit de kwetsbaarheid. Want we krijgen die circulaire binnen, we moeten hem verwerken, we moeten toetsen. En op het moment dat die klaar is, dan kunnen we u erover informeren. En dat is zeker niet nu, maar ook niet in alle gevallen voordat de begroting gereed is. En dat heeft alles met de planning en control cyclus te maken die wij in dit huis hebben ingericht. En dat is allemaal heel krap, zit dat op elkaar, om op tijd te kunnen leveren. Om vervolgens ook weer op tijd richting de provincie te kunnen. Dus sympathiek. We sluiten ons aan bij het feit dat we u willen informeren over de meicirculaire en de septembercirculaire. Maar zoals het in deze motie staat verwoord, kunnen we daar niet in meegaan. Dank u wel. Dank u wel. Dan vraag ik wie er in tweede termijn het woord wil voeren. Geldt dat voor iedereen of geldt het voor niemand? Dat kan ook. Hè? Dat kan ik me niet voorstellen. Wie wil er in tweede termijn het woord voeren? Meneer Heestemans van de VVD. Ja, ik heb eigenlijk geen argument gehoord waarom we het niet zouden kunnen doen. Ik denk dat het college in principe het ook wel kan doen en met een motie kan meegaan. Dus daarom denk ik ook gewoon dat we hem in stemming gaan brengen. En, Ja, dank u wel, voorzitter. Ja. Wij volgen wel de lijn zoals de wethouder het voorlegt. En ik denk dat we dat ook gewoon zo moeten doen. Zo hebben we er ook afspraken met elkaar over gemaakt in de PNC-cyclus. Dus ik vond de beantwoording van de wethouder heel, heel helder. Dus vandaar. Dank u wel. De heer Mos van D66. Woorden van gelijke strekking als de heer Beuker. Dank u wel. Dank u. De heer Huisman van GroenLinks. Voor mij ook woorden met gelijke strekking. Dank u wel.
Mevrouw Salman van het CDA. En als u de zin voor de behandeling van de begroting eruit haalt, zou u dat kunnen overwegen? Mag u even over nadenken, meneer Heestermans? Kijk nog even rond of er nog andere woordmeldingen zijn. De heer De Waal, van Hart voor Medeblik. Wij blijven bij ons standpunt. Waar een wil is, is een weg. Eens met meneer Heestermans. Dank u wel. De heer Plekker van Gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik hoor inderdaad wel de bereidwillendheid bij het college inderdaad om de gevolgen van de september circulaire, als het ook mogelijk is, voor de begroting ook kenbaar te maken. En dat terecht dat de heer Nederpelt ook aangeeft dat de meest circulaire eigenlijk altijd al in de begroting is verwerkt, wat ik ook aangaf. Dus wellicht kan de VVD wel kijken dat inderdaad de intentie is om het voor de begroting op te nemen. Dus dat misschien niet altijd lukt, maar dat er wel de intentie is. En dan zou het wellicht ook genoeg zijn om inderdaad mee te gaan met de toezegging van de wethouder. Of inderdaad ja, het wat minder stellig te zeggen dan nu. Ter interruptie. Dus wellicht dat daar ook na toch de ruimte ligt. Meneer Beuken. Nou, zoals ik de wethouder heb verstaan, is dat vrij duidelijk verhaal. Dat we hebben een PNC-cyclus met elkaar en dat is op die manier vastgesteld. En er is letterlijk gezegd, ja, deze motie is daarmee overbodig. Dus ik snap dan niet dat we hier dan nog een inhoudelijke discussie dan over voeren. Volgens mij is inderdaad nu net deze week de september circulaire beschikbaar gesteld. Nou, dan zou het toch mooi zijn als we vanuit voor de begrotingsbehandeling in november daar een eerste indicatie van krijgen. Wat dat betreft ben ik helemaal eens met de heer Heestermans. Maar het is wat ons betreft niet een wet van mede of persen dat het inderdaad per se moet. Maar we hebben natuurlijk vorig jaar ook gezien dat het wel belangrijk was wat de middelen van de september circulaire met zich meebracht. Dus daar vraag ik al de ruimte voor bij de VVD om daar nog even naar te kijken, ook in de tekst. Eigenlijk wat mevrouw Salman ook zegt. Oké. Ik kijk nog even naar meneer Heestermans voor een laatste reactie. Ja, we laten de motie voor wat die is. Dus geen aanpassing. Trek de motie in, begrijp ik. Geen tekstuele aanpassing. Sorry. En u brengt hem in stemming. We brengen hem in stemming. Oké, goed. De heer Heestermans, dient de motie ongewijzigd in. Of de motie blijft ongewijzigd ingediend. Oké, goed. Dan kan ik de beraadslaging sluiten? Ja, dat is het geval. Dan gaan we over tot de stemming. En dan brengen we eerst in stemming het ontwerp raadsbesluit en daarna de motie. Ik vraag de griffier om daar stemming te doen. Wie stemt er voor het raadsvoorstel? Alle raadsleden. En dan breng ik in stemming de motie van de heer Heestermans. Wie stemt er voor deze motie? VVD 5, ChristenUnie 1 en Hart voor Medeblik 6. Wie stemt er tegen deze motie? CDA 5, GroenLinks 1, D66 2, Morgen 3 en Gemeentebelangen 5. Daarmee is de motie verworpen met 12 voor en 16 tegen. Dan stel ik vast dat de raad besloten heeft de uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds 2022 vast te stellen en de uitkomsten van de meicirculaire 2022 te verwerken in de meerjarenbegroting. Aldus besloten. We gaan naar agendapunt C2. Oh nee, dat agendapunt is vervallen. Neem me niet kwalijk, want dat heeft u daar straks bij de hamerpunten al gedaan. We gaan naar C3, de nota wonen en zorg. 2022. De huidige nota wonen en zorg dateert van september 2016 en deze nota biedt onvoldoende kaders voor de huidige aanvragen om nieuwe woonzorginitiatieven te beoordelen. De context waarbinnen de gemeente Medeblik woonzorgvoorzieningen mogelijk maakt is veranderd. Zo zijn de landelijke jeugdbeleidskaders de afgelopen jaren veranderd. Ook maakt de financiële context, het financiële tekort binnen het sociale domein de noodzaak tot het aanscherpen van de kaders. En daarnaast leidt de vergrijzing van de gemeente Medeblik er ook toe dat we deze nota moeten aanpassen aan die opgave. De raad wordt voorgesteld de nota wonen en zorg 2022 vast te stellen en de nota kleinschalig wonen en zorg in te trekken. En voor dit agendapunt is een amendement ingediend met de titel minder regels voor mantelzorgwoningen.
Indiener is mevrouw Van Lange van de VVD. En u krijgt een minuut om toe te richten. Dank u wel, voorzitter. De VVD wil zich inzetten voor minder regels voor mantelzorgwoningen. Zoals u ziet zijn er vele mede-indieners. Morgen Hart voor Medemblik, ChristenUnie, GroenLinks en het CDA. Goed nieuws voor de Medemblikse mantelzorgers. Alleen, er blijken toch nogal wat regels en praktische bezwaren in de weg te staan. We hebben gisteren nog een technische toets gekregen. Die hebben we vandaag in het amendement verwerkt. En ik heb daar schriftelijk de mede-indieners over geïnformeerd. Ik hoop dat ze het ermee eens zijn. We hadden het liefst nog dieper het mes in de regels gezet. Alleen, wij vinden wel dat een amendement praktisch uitvoerbaar moet zijn. Vandaar de aanpassingen. In onze ogen had de nota wonen en zorg nog meer gericht kunnen zijn op het uitnodigen van inwoners, zorgorganisaties, maar ook commerciële ontwikkelaars om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Er ligt een enorme opgave gezien de dubbele vergrijzing, personeelstekorten in de zorg en de capaciteit op het gemeentehuis. Laten we het vooral gemakkelijker maken voor de initiatiefnemers, voor zover dat wettelijk kan uiteraard. En met dank aan de mede-indienaars. Tot zover. Dank u wel. Dan gaan we naar de beraadslagingen, naar de eerste termijn. U wordt verzocht om in eerste termijn het voorlopige standpunt ten aanzien van het raadsinstrument als medevraag aan de indiener of het college kenbaar te maken. Ik begin dit keer op alfabetische volgorde bij het CDA. Mevrouw Salman. Ja, bedankt voorzitter. Zoals mevrouw Van Lange aangeeft is het jammer dat niet alles mogelijk was. Maar desondanks vinden we het een heel mooi amendement. Door de regels soepeler te maken kunnen meer mensen gebruik maken van een pre-mantel of een mantelzorgwoning. En we zijn vooral erg blij dat de leeftijd van 70 jaar naar pensioensgerechtigd is gegaan. Zodat mensen zich eerder kunnen verdiepen in de mogelijkheden. Wij als CDA vinden onze mantelzorgers van groot belang binnen onze gemeente. En vinden dit amendement dan ook meer dan logisch om in te dienen. Dank u wel. Dank u wel. De ChristenUnie, mevrouw Visser. Ja, voorzitter. Het is sowieso een heel mooi raadsvoorstel. Zeker in de tijd dat we ook toch wel als mantra bouwen, bouwen, bouwen en huizen, huizen, huizen in ieder van ons heeft. Het kleine debat in de commissie gaf al aan dat er toch nog wel wat haken en ogen aan dat raadsvoorstel zaten. En wij waren ook blij dat de VVD de handschoen oppakte om daar een amendement op te schrijven en gezien alle indieners is dat ook een mooi gedragen amendement. De wijzigingen die er op het laatst waren, ook, die begrijp ik helemaal. Want inderdaad moest uitvoerbaar zijn. En soms dacht ik, het gaat wel heel ver in het amendement. En dan gaan we ook alle kanten op. Dus ja, wij zijn gewoon enthousiast. Ik zie dat ook mantelzorg ook steeds en steeds meer een noodzakelijk kwaad is in de maatschappij. Dat is een raar woord wat ik zeg. Een must is in de maatschappij. Mensen steeds langer ook verzorgd moeten worden, thuis moeten blijven. Dus ik hoop echt dat wij dit tot goede uitvoer gaan brengen. En dat de regels soepeler worden. En dat mensen veel meer een aanvraag ook gaan indienen om de mantelzorgunits op deze manier voor elkaar te krijgen. Dank u wel, mevrouw Visser. Ik ga naar D66. De heer Mos. Dank u wel, voorzitter. Het is goed dat voor dit onderwerp aan nieuw beleid is gewerkt. En onze fractie is daar als zodanig positief over. Eerst even over het amendement. Dat gaat over deregulering op een aantal punten. Het is een uitgebreid amendement geworden. Wij kennen zelf de laatste tekst niet. Hebben daar geen gelegenheid voor gehad om dat nog tot ons te nemen. We willen wel zeggen dat het heel vervelend is dat het zo laat werd ingediend, de eerste versie al. En dan de 11e uren ook nog weer een nieuwe versie. Je moet er weer net tijd voor hebben, zo kort voor de raad. Met de gedachte van deregulering kunnen wij wel meevoeren, maar we hebben de totstandkoming van het amendement ook nauw gevolgd en gekeken of wij misschien ook zouden kunnen ondertekenen. Maar we zouden toch eerst de wethouder van ruimtelijke ordening willen vragen hoe hij aankijkt tegen de consequenties voor zijn portefeuille. Kan dit allemaal? En wat betekent het voor het beleid? Ja, mevrouw Van Lange heeft gezegd, er zijn aanpassingen gedaan.
zodat het nu praktisch uitvoerbaar is. Ik denk, nou ja, als er nou iemand aan deze tafel is die zou moeten weten wat praktisch uitvoerbaar is op dit gebied, dan is het mevrouw Van Lange wel die 4 jaar wethouder is geweest. Maar blijkbaar is dat bij de eerste versie toch niet goed gegaan. Maar daar mag ik nog even op reageren. Nog los van het amendement, even over het raadsvoorstel. We geven meer ruimte. Maar hoe gaan we handhaven op een juist gebruik? Want als ik op mijn erfmantelzorg ga doen en die is eenmaal beëindigd, hoe groot is dan de kans dat er iemand van de gemeente na een tijdje langskomt om te checken wat ik daarna met die locatie heb gedaan? We willen daar wel garanties voor, want als iets niet mag en je doet het toch gewoon in deze gemeente, dan zou dat niet mogen lonen en dat doet het wel op dit gebied. Het uitgangspunt, als niemand piept, dan doen we niks. Zo hanteert de burgemeester het tot nu toe. Dat vinden wij niet goed. Dus graag een reactie van het college. Een handhaving. En dan nog één vraag aan de indiener. Klein vraagje. Over parkeerbeleid. U wilt dereguleren, maar op het punt van parkeren scherpt u het juist aan, hebben wij gezien. Hoe moeten wij dit zien? Dank u wel. Dank u wel. Ik ga naar gemeenteplannen. Dank u wel. Wij onderschrijven de nota wonen en zorg, is met zorg tot stand gekomen. In een vergrijzende samenleving met meer kwetsbare inwoners is dit zeer hard nodig. Zeker nu zorg het uitgangspunt is en met wonen de zelfredzaamheid wordt vergroot, wordt bevorderd. Wij vinden het ingediende amendement sympathiek en het was wikken en wegen om al dan niet ons logo hieraan te verbinden. Toch hebben we dat niet gedaan. En met name met betrekking tot het onderdeel de bestemming. En ook wij hebben hierover een vraag aan de wethouder. Want wij hebben twijfels of dit uitvoerbaar is. Dus wij wachten even de reactie van de wethouder af, alvorens wij meegaan of niet. Dank u wel. Dank u wel. GroenLinks, heer Huisman. Dank u wel, voorzitter. Ik probeer even de ruis eruit te krijgen. Ja. Het zit u niet mee, meneer Huisman, met techniek. Meneer Huisman heeft het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Een mooi stuk waar we wel mee kunnen instemmen. En het amendement werken we ook graag aan mee. Wat wij wel erg jammer vinden, en dat willen we hier toch gezegd hebben, is dat in vele gemeentelijke stukken, waaronder deze, uit wordt gegaan van sterk verouderde documenten die jaar op jaar cijfers van elkaar overnemen. Er is in 2015 een bouwmonitor opgesteld. Dat is 7 jaar geleden. Daar zijn uiteindelijk woonvisies van gemaakt en regionale woonvisie en daarna weer een lokale woonvisie. En die lokale woonvisie is inmiddels ook alweer sterk verouderd en die wordt weer in dit document gebruikt. Als wij nu dit document vaststellen en die geldt weer voor zoveel jaar, wordt daar dus weer een verouderd document met cijfers vanuit 2015 in gebruikt. Dat vinden wij toch wel erg kwalijk, want de ontwikkelingen gaan snel op het gebied van wonen en van gezinsontwikkeling. Dus we roepen toch de wethouder wonen, wat een ander dossier is, op om daar toch goed naar te kijken en om om deze cijfers te actualiseren en in alles komende stukken toch wat recentere cijfers te gebruiken. Dank u wel. Dank u wel. Hart voor medeblik. De heer Berlijn. Dank u wel, voorzitter. Ja, eens met de woorden van de heer Huisman. Dat het is een terecht punt wat hij aanstipt. Dat wilde ik even beginnen, is dat niet in mijn betoog. Maar voorzitter, de verbureaucratisering van steeds meer regels in de zorg. Dat zien we steeds meer, dus minder regels. Dat is altijd een goed idee. Door het verminderen van de regels voor prezorg en gewoon normaal mantelzorgwoningen zal bijdragen aan minder druk voor de mantelzorgers, minder druk op de schouders van het personeel in de zorg. Het zal ook weer minder eenzaamheid en het kan voorkomen dat de kosten in het sociaal domein steeds verder gaan stijgen. Dus kortom, dit is een goed amendement. En het raadsvoorstel zijn we het ook mee eens. Oké, dank u wel. Fractie Morgen. De heer Beuker. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij ondersteunen de nota, wonen en zorg. Het is heel belangrijk en ook passend in deze tijd. Het vult ook een bepaalde behoefte in van onze inwoners om
nou ja, met de vergrijzing die op ons afkomt, om daar goed mee om te gaan. En ook de ruimte te geven om met name voor onze oudere mensen in de gemeente huisvesting dichtbij familie of vrienden te kunnen realiseren. Wat betreft het amendement van de VVD, daar staan wij al onder. Ik begreep vandaag, ik ben niet in de gelegenheid geweest om dat inhoudelijk te kunnen doornemen, maar dat er wat wijzigingen in het amendement zijn geweest van mevrouw Verlangen vanwege de toetsing. Ik zou daar toch wel even ook een reactie van de portefeuillehouder op willen hebben. Maar wij vinden het wel van belang, zeker in het kader van het geest van het amendement over de leeftijdsaanpassing naar de AOW, zoals wij het ook in de commissie hebben behandeld. En dat ook de vriendschapsrelatie aan is toegevoegd. Dat vinden wij heel belangrijk. En tot slot, wederom van mijn buurvrouw, in het raadsvoorstel staat portefeuillehouder Dirk Kuipers nog vermeld. Dus daar moet ook nog even een aanpassing op. Dus tot zover in de eerste termijn. Dat laatste passen we aan. Oké. Tot slot, de VVD. Mevrouw Van Lange. De indiener. Ja, ik heb wat vragen gehad. Ja, nou, kijk. Excuses, hè, dat die wijzigingen zo verschrikkelijk laat waren. Maar ik kreeg die technische toets, die kreeg ik dus gistermiddag. Nou, dan moet je daar dus nog mee aan de slag. Het was ook echt een hele technische toets. Er stonden ook echt... We kregen dus te maken met landelijke regels die er dan zijn voor van die maximaal twee personen die dan in die mantelzorgunit moesten. En... dat je die woning per se moest ombouwen. Nou ja, dat geldt dan weer niet voor premantelzorgwoningen. Dus je moest daar echt even op studeren. Ook de Griffie had enige tijd nodig om dat te verwerken. Dus ja, het is gewoon ook een advies. Want ik heb die motie wel, zeg maar, volgens mij voor het weekend al rondgezonden. Maar in ieder geval maandag lag ik bij de Griffie. Dus en als je dan pas op woensdagmiddag dat advies krijgt, ja, dan word je dus wel gedwongen om dat op het laatste moment aan te passen. Wat jammer is, wat... Nou ja, u zei het al, hè? In een vorig leven had ik een andere functie. En dan weet ik dat het ook gewoon belangrijk is dat dit soort moties, dat die ook gewoon moeten kloppen met de wet. Hè? We moeten ons aan de wet willen houden en ze moeten praktisch uitvoerbaar zijn. Dus wat ik al zei, de VVD had nog eigenlijk de moties als die ingebracht, hadden wij het liefst gehad. Maar als er dan hogere wetgeving in de wet staat, dan kan je zeggen, nou, we wijzigen die motie niet, want de hogere wetgeving gaat toch voor. Maar zuiverder is om het wel aan te passen. En je kan zeggen, het liefst hebben wij dat die mantelzorgconsulenten, want die hebben het al hartstikke druk, dat die dit niet hoeven te toetsen. Maar de wet zegt, er moet sprake zijn van intensieve zorg of ondersteuning. Nou, als dan de huisarts een verklaring geeft of het ziekenhuis, dat is wat ons betreft prima. Maar als die het niet geven, dan zou je dus de mantelzorg een check kunnen laten doen. Nou, die moeten ergens op kunnen toetsen. Dus dat is dan die 8 uur, die 3 maanden, die hebben we dan geschrapt. Dus zo hebben we toch gekeken, hoe kunnen we nou die motie zo aanpassen, dat hij de technische toets doorstaat, dat de wethouder ermee aan de slag kan, en dat de intentie, zoals jullie met z'n allen al steunden, hè, want er lag natuurlijk al een amendement, sorry, ik zeg het uit motie, maar een amendement, dat gewoon breed gedragen werd. Dus eigenlijk zijn de aanpassingen alleen maar zo geweest dat die nou wettelijk kan en dat die praktisch uitvoerbaar is. En nou ja, leg ze maar naast elkaar. Er zijn inderdaad best wel een aantal wijzigingen. Maar met dat doel om ook gewoon na de technische toets alles overeind te houden. En inderdaad, dan schrik je toch nog van het aantal regels wat ook landelijk hieraan wordt gesteld. En u zegt van ja, hoe gaan we nou handhaven? Nou weet je... Hoe ga je nou handhaven of iemand wel 8 uur mantelzorg verleent? Ik denk dan, mantelzorgers zijn wat mij betreft onze nieuwe helden. Want je zet toch iemand op je erf. Je gaat zorg verlenen aan een vriend of aan een familielid. En dan denk ik, moeten we dan gaan handhaven op of die 8 uur wel klopt? Of dat je er wel onmiddellijk de keuken eruit sloopt als je ouders zijn overleden? Ik vind dat eigenlijk een beetje een... Nou, een moeilijke vraag op dit moment, meneer Mos. Maar nou ja, ik hoop dat u deze uitleg voldoende vindt. Dank u. Dank u. Dan is het woord aan het college. We hebben op dit onderwerp 2 portefeuillehouders, de heer Nijsing en de heer Broeders. Ik stel u voor dat zij beiden een reactie kunnen geven op de punten uit het amendement. Heer Nijsing.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben inderdaad even het amendement gekeken en hem gesplitst, zeg maar, in deel van wonen en van zorg. Ik doe zorg en mijn collega Broeders doet zometeen de punten van wonen. Zoals al werd aangegeven door de voorzitter, is het echt een nota die, zeg maar, ook voor verruiming zorgt. Die echt ervoor zorgt dat we meer mogelijkheden hebben in verschillende type zorgwoningen. En de raad zegt eigenlijk nu met het amendement van, joh, mogelijk willen we nog een extra stapje zetten. Het is een uitgebreid amendement. Er staan heel veel verschillende punten in. En daarom bleek ons wel om toch per punt even te kijken van, nou, wat is ons idee daarover. En loop ik graag met jullie even het amendement door. Misschien wel nog goed om te noemen dat wat de heer Huisman noemt over de cijfers. Nou, dan gaan we op letten dat we gewoon actuele cijfers opnemen in de volgende stukken. Bij de eerste bullet, dat is de passage over de zolderruimte. Nou, daar hebben we geen bezwaar tegen. Dat is verruiming. Dat is een mogelijkheid die prima valt door te voeren. Dan bij de tweede bullet, dat gaat over, er moet sprake zijn van intensieve zorg. Nou, ook dat punt kunnen we ons prima invinden. En dat geldt ook voor de check van de WMO-consulent die eronder staat. Dan ga ik meteen een stukje verder naar de vierde bullet, die gaat over de pensioensgerechte leeftijd. Nou, werd ook al in de commissie genoemd. We vinden het een slimme wijziging om hem daaraan te koppelen. Dus wat dat betreft akkoord. En dan het laatste punt van zorg voor mij. Dat gaat over sociale relatie. Nou, mevrouw Bruwalde noemde dat even in de commissie. We zagen het al vrij ruim, maar nu staat het er feitelijk. Dus ook daar kunnen we ons in vinden. En dan laat ik de heer Broeders het verder overnemen. Dank u wel, meneer Nijzing. Het woord is aan wethouder Broeders. Goedenavond allemaal. Volgens mij werden er twee algemene vragen gesteld en een aantal punten waar ik nog even met betrekking tot het amendement op in wil gaan. Allereerst, het algemene punt was de cijfers, maar dat heeft eerlijk gezegd mijn collega heeft er al op gereageerd, dus daar hoef ik niet meer op in te gaan. Het dilemma wat geschetst werd over, want volgens mij was het een iets ander dilemma zoals u de vraag net stelde dan door de indiener werd beantwoord. Volgens mij ging het dilemma meer over de handhaving van op het moment dat de mantelzorgwoning geen mantelzorgwoning meer is. Ja, dat blijft, dat staat eigenlijk een beetje eerlijk gezegd los van dit amendement. Want dat is natuurlijk een algemener punt wat altijd speelt op het moment dat we het over mantelzorg hebben. En dat zal ook altijd een dilemma blijven. Laten we zeggen, de handhavingspraktijk in Medemblik is een punt van voortdurende aandacht. Kom ik daarmee weg? Ik ga het in ieder geval proberen. Dan nog even specifiek ingaan op een aantal punten uit het amendement zelf. Dat gaat eigenlijk over de bestemming, zoals die zoals daar een voorstel werd gedaan over het punt van participatie en het punt van beëindiging. Allereerst over de bestemming. Ja, ik ben het met de indieners eens dat de wijze van formulering zoals die nu in het voorstel staat, het mag niet op grond met een andere bestemming dan wonen, zoals agrarische grond, is niet heel erg zorgvuldig geformuleerd en ook wel wat beperkend geformuleerd. Het voorstel wat nu door de indieners wordt gedaan, het mag niet op grond met de bestemming groen. Dat vind ik eigenlijk wel weer, dan ga je weer helemaal naar het andere uiterste. Volgens mij, ik neem aan dat ik te begrijpen dat er het voorstel is om het wat breder in te steken. Ik zou u dan mee willen geven, ik zou de indieners mee willen geven. Denk dan even na over, en ik zag eerlijk gezegd dat die ook in de technische advisering als volgt geformuleerd was. Iets in de trant van, het mag alleen op grond met een bestemming wonen. Of op gronden met een agrarisch bouwvlak. Dat komt wel tegemoet aan een verbreding waar u naar op zoek bent. Maar het voorkomt eerlijk gezegd dat je een mantelzorgwoning midden in de wei neer gaat zetten. Wat in theorie mogelijk zou zijn op het moment dat je het tekstvoorstel volgt zoals het hier in het amendement staat. Ik weet nog niet precies of dat echt zal gebeuren, maar in theorie zou het mogelijk zijn. Dan nog even over het punt van participatie. Volgens mij is het verstandig om de participatie insteek wat te verbreden. Er wordt hier gesteld om het te vervangen door er moet participatie hebben plaatsgevonden met bewoners en of bedrijven in de omgeving. Volgens mij is dat een goede aanvulling. Maar het college ziet het echt als een aanvulling, want daarvoor wordt voorgesteld om dan te schrappen. De belangen van bewoners en bedrijven mogen niet geschaad worden. Volgens ons is het zo dat allereerst er behoort participatie plaats te vinden, maar vervolgens moet er een afweging plaatsvinden over wat dan uit die participatie gekomen is, een belangenafweging. Die moet het college uitvoeren.
Daar moet u ook ons de ruimte voor geven. Maar het is heel verstandig om dat te doen op basis van een fatsoenlijke participatie. Dus ons voorstel zou zijn om het niet te wijzigen, dus te schrappen de ene, maar om hem gewoon toe te voegen. Er moet participatie plaatsvinden en daarna vindt er een belangenafweging plaats. Ten slotte, want dat geldt dus zowel bij, want dat komt op twee plekken terug, namelijk bij de mantelzorgwoningen als bij, en zowel bij de, zowel, en ook bij de pre-mantelzorgwoningen. Dan nog even het laatste punt, dat is het punt van de beëindiging. Daar wordt nu voorgesteld om aan te geven dat, en op zich klinkt dat heel sympathiek, om op het moment dat de pre-mantelzorgwoning beëindigd wordt, om dan te toetsen of die verwijderd zou moeten worden, of dat die toch onder, laten we zeggen, een andere reeds bestaande beleidsmatige ruimte gebracht kan worden. Het probleem alleen is dat er nu wel twee werkelijkheden gaan ontstaan. Want geaccepteerd. Het is wel een mooi moment om af te ronden. Daar ben ik ook mee bezig, dank u. Oh, dit is het nieuwe belletje, begrijp ik. Ja. Dan even, wat u nu voorstelt is om een specifiek ruimte te bieden voor pre-mantelzorgwoningen. Maar iemand die een mantelzorgwoning neemt, die moet op basis van het besluit omgevingsrecht zijn woning of de mantelzorgwoning verwijderen nadat de functies komen te vervallen. Dat is gewoon hogere wetgeving. Eigenlijk introduceren we hier dan, omdat we dat zelf mogen doen, lagere wetgeving die ertoe leidt dat hij hem dan mag laten staan. En dat leidt er waarschijnlijk toe, is onze inschatting, dat mensen eigenlijk nooit meer van een pre-mantelzorgwoning naar een mantelzorgwoning overgaan. Want dan raak je eigenlijk rechten kwijt. Nou, wilt u in ieder geval even in overweging geven dat het lijkt alsof er dan twee werkelijkheden beginnen te ontstaan. En ik weet niet zeker of dat helemaal de bedoeling is. Dat waren de reacties van het college in eerste termijn. Dank u wel. Dank u wel, meneer Broeders. Dan komen we bij de tweede termijn. Ik kijk even rond, want er is ook het nodige gezegd vanuit het college. Misschien ook wel kan leiden tot aanpassingen. Nog een vragende wethouder eigenlijk. U heeft een vragende wethouder. Ja, dat mogen wij altijd als we gesproken hebben. Ja. Dat snap ik. Maar aan welke wethouder? Meneer Mos, aan welke wethouder? Meneer Broeders? Ja, nou. Stelt u de vraag, zou ik zeggen. Over die handhaving waar ik het over had. Misschien heb ik me niet duidelijk uitgedrukt, maar volgens mij, dat gaat helemaal niet over het amendement, zeg ik ook richting mevrouw Van Lange. Ik heb gezegd, los van het amendement over het raadsvoorstel, deze nieuwe regels, hoe gaan we die handhaven? Er zijn nogal wat regels van wat je wel en niet mag, vooral in het lint. Nou, als we zo'n wandeling gaan maken, dan zie je dat het soms loont, zeg ik maar, open om gewoon iets te doen en het niet aan te vragen. Nou, zo kun je met deze regeling ook elke kant op. Dus de vraag is gewoon, het gaat niet over het amendement, maar over deze nieuwe regeling. Hoe denken we die te gaan handhaven? Dat is de vraag. En ja, u heeft daar eigenlijk al antwoord op gegeven. Dat antwoord begrijp ik ook. Maar goed, even dit misverstand wegnemen. Want mevrouw Van Lange maakt een beetje een karikatuur van mijn vraag over handhaven. Maar het ging dus niet over het amendement. Ik hoorde geen vraag, dus ik ga weg. Wat is uw vraag aan de wethouder? Nou, het was een reactie op de wethouder van of die nog een keer dit goed wil begrijpen. Wat ik bedoel, moet de voorzitter niet misleiden in dat opzicht, want u een vraag heeft hem dan niet stelt. De vraag was volgens mij of ik het goed begrepen had en ik heb het goed begrepen, dank u wel. Ja. Ja, als de wethouder reageert op iets wat ik zeg en hij heeft het niet goed begrepen, kom ik nog even terug. Probeer u bij de les te houden over de orde die we met elkaar hebben afgesproken, meneer Moors. Voor de rest begrijp ik het heel goed. Ik geef mevrouw Van Lange even het woord, omdat het uw motie is. Amendement, neem me niet kwalijk. Ja, nou, ik ben in ieder geval blij dat de wethouders het in ieder geval eens zijn met de aangepaste passage over het parkeren. Er was ook een vraag over van een van de partijen, maar dat op deze manier is het denk ik toch iets ruimer voor de mantelzorgers. Want als ze geen auto nodig hebben, dan hoeven ze ook geen parkeerplaats op eigen erf te hebben. Dus daar is een aanpassing op gedaan. Ook na de technische toets.
Dan de belangenafweging. U zegt, nou, voeg dat nog toe. Hè? Dus er moet participatie hebben plaatsgevonden. En de belangen van bewoners en bedrijven mogen niet geschaad worden. Nou, daar zijn allerlei regels voor. Hè? Geurcirkels, tankcirkels, geluid, weet ik het wat, allemaal nog meer. Dus dan denk ik, ja, wat voegt dit zinnetje toe? De belangen van bewoners en bedrijven mogen niet geschaad worden met zo'n mantelzorgunit. We kunnen, als die participatie heeft plaatsgevonden en dat is op een goede manier gebeurd, dan is dat overbodig. Want er zijn regels genoeg die ervoor zorgen dat dat niet geschaad wordt. Dus eigenlijk wil ik dat laten staan. Hetzelfde met uit die technische toets. Dan staat er, het moet op het agrarisch bouwvlak. Maar er moet zoveel op het agrarisch bouwvlak. Die bouwvlakken, daar staan meestal ook de verblijven van de arbeidsmigranten. Ik weet ook gewoon iemand, en die heeft zo'n tiny house ook in het kader van de mantelzorg toegewezen gekregen. Nou, ik zal u zeggen, die staat niet op het agrarisch bouwvlak, omdat dat is niet de beste locatie om in een agrarisch gebied zo'n mantelzorgunit neer te zetten. Dus ja, en eigenlijk stond in die technische toets, nou, doe het nou niet op de grond met bestemming groen. En dat heb ik eigenlijk letterlijk verwerkt, dus ik ben eigenlijk wel verbaasd over de reactie van de wethouder daarop. Dus die wil ik ook laten staan. En dan die pre-mantelzorgwoning. Ja, wat als het dan nou mantelzorg wordt? Ja, dat is juist de hele bedoeling van die pre-mantelzorgwoning. Dus je hebt een pre-mantelzorgwoning. Nou, dat is je hebt dat alvast, want dan wordt het een mantelzorgwoning. Nou ja, en dan hoef je hem dus niet te ontmantelen. En dan staat hij een aantal jaar. Want nu is het zo, met zo'n mantelzorgwoning, ik vind die regel ook eigenlijk jammer landelijk, dus ik ga me er zeker voor inzetten en ik hoop anderen ook, dat die alsnog geschrapt wordt. Want, nou ja, dan heb je het voor elkaar, die mantelzorgwoning, met deze regels. Ja, je maakt het al zo makkelijk mogelijk, want waarom gaan mensen iets niet aanvragen? Omdat het heel ingewikkeld wordt is om het te regelen. Dus, meneer Mos, dit amendement gaat zeker helpen dat meer mensen gaan aanvragen, omdat het makkelijker wordt om het te regelen. Als het heel ingewikkeld wordt, zeggen mensen, nou, ik maak gewoon in mijn schuurtje mantelzorgwoning, ik vraag helemaal niks aan. Dus steun vooral dit amendement. En die pre-mantelzorgwoning. Nou ja, het is de bedoeling dat dat gewoon een mantelzorgwoning wordt. En dat die dan gewoon 30 jaar staat voordat die eventueel nu met de landelijke regels ontmanteld moet gaan worden. En dat de keuken eruit moet of wat dan ook. Maar wat mij betreft, er zijn allerlei starters, doelgroepen die op een kleine woning zitten te wachten. Als iemand dat daarvoor in wil zetten of voor zijn kinderen om die daar tijdelijk te laten wonen omdat ze niet aan huis kunnen wonen. Ja, be my guest. Nu mag het nog niet. En dan zullen we daar ook op moeten handhaven als nodig is. Ik vind het verschrikkelijk. Maar goed, dat zijn de landelijke regels. En vandaar dat het amendement is aangepast. Maar voor de rest, denk ik, al die voorgestelde wijzigingen door de wethouder, daar gaan wij niet in mee. Maar okay. Ik zou er nog wel even. Dat is heel goed. Daarom, ik ga helemaal in het vuur van mijn betoog. Maar misschien zijn er indieners die dat wel willen. Dus misschien is het handig, ja, zegt de mijn fractievoorzitter, om daar even over te overleggen. Ik concludeer dat mevrouw Van Lange voorstelt om het amendement ongewijzigd. Ja, mijn voorstel is dat, maar ik wil nog heel even met de, als het kan. Maar ik kijk even rond of er de mede-indieners behoefte is om te reageren of te overleggen. Dat kan natuurlijk ook. Maar graag even een schorsing, voorzitter. Ja. Ja, even schorsen. Ik kan me wel iets bij voorstellen bij zo'n uitgebreid amendement. Hoe lang heeft u nodig, denkt u? Nou, een minuut of 10 minuten? Vijf. Ja? Ik schors de vergadering voor 10 minuten tot 9:10. 5 minuten, hoor. Nou, 10 kan ook wel, Joris. Beste leden van de gemeenteraad, we gaan weer verder. De schorsing is voorbij. De heer Beuker heeft gevraagd om de schorsing. Kan ik u het woord geven of mevrouw Van Lange? Ik geef hem graag door aan u geeft het woord door aan mevrouw Van Lange van de VVD. Dank u wel, voorzitter. Nou, allereerst wil ik de mede-indieners bedanken voor het constructief meedenken. Natuurlijk allemaal in het belang van de mantelzorgers. We zijn uiteindelijk tot 2 wijzigingen gekomen, omdat we het ook wel belangrijk vonden om iets te doen met de suggesties van de
wethouder. En het gaat om de volgende passage aan de voorwaarden voor de mantelzorgunit. Het mag niet op de grond met de bestemming groen. We stellen voor om dat te wijzigen in... Het mag niet op de grond met de bestemming groen en niet op agrarische grond met uitzondering van het agrarisch bouwvlak. En dan de laatste zin. Er moet participatie hebben plaatsgevonden met bewoners en of bedrijven in de omgeving. Nou ja, de mede-indieners vonden het toch wel belangrijk dat er ook wat met die participatie ging gebeuren. Dus wij hebben het volgende tekstvoorstel. Er moet participatie hebben plaatsgevonden met bewoners en of bedrijven in de omgeving om de belangen van bewoners en of bedrijven goed te kunnen afwegen. Tot zover. Helder. Daarmee is het amendement gewijzigd en maakt onderdeel uit van de beraadslaging in gewijzigde vorm. Is voor iedereen helder wat de tekstwijzigingen zijn? Moeten we het nog een keer herhalen? Bij het besluit herhalen we het sowieso natuurlijk nog een keer. Dan kijk ik even rond voor de tweede termijn. Zijn er woordmeldingen voor de tweede termijn? De heer Mos. Voorzitter, gelet op alle wijzigingen die zijn aangebracht na het eerste concept. En zojuist nog kan ook de fractie van D66 akkoord gaan met dit amendement. Dank u wel. Meneer Huisman van GroenLinks. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wilde graag in tweede termijn gewoon nog even reageren op de eerste termijn. Ik wil de wethouder hartelijk bedanken dat nieuwe cijfers voortaan worden meegenomen. Dus bij deze, dank u wel. Dank u wel. Zijn er nog andere woordmeldingen? Mevrouw Salman van het CDA. Ja, wij kunnen ons goed vinden in de gewijzigde tekst. Dank u wel. Dank u wel. De heer Beuker van morgen. Mevrouw Buwalda. Heb ik zelfs een kussentje en ik word nog niet gezien. Mevrouw Buwalda van gemeente Belang. Ja, ook wij kunnen nu, dankzij de toezegging van, of het gewijzigde amendement, kunnen wij ook instemmen. Dus wij gaan ook mee. Dank u wel. Dan de heer Beuker. Ja, herhaling van zitten. Wij gaan ook mee in amendement en ik ben ook blij met de wijzigingen. En ik heb het gevoel dat deze raadsbreed wordt aangenomen, dus dat is hartstikke mooi. Dank u wel. De heer Berlijn, hart voor medeblik. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, wij konden de eerste versie ook steunen, maar de tweede versie, of de derde versie voor de heer Mos, die kunnen wij ook steunen. Dus, Dank u wel. Dan heb ik iedereen gehad, volgens mij. Ik proef alsof u het allemaal met elkaar eens bent. Dat, wenst u stemming over de motie? En over het voorstel, of over het amendement, sorry, ja, over het amendement. Wenst u stemming over het amendement? Dat is ook waar. U wilde eigenlijk wel zien dat het echt zo is. Ja. Ja. U wenst stemming, begrijp ik. Dan breng ik eerst het amendement in stemming en daarna het raadsvoorstel. En vraag de griffier om de stemming te openen. Wie is voor dit amendement? 28 raadsleden. Unaniem. Wie is tegen dit amendement? 0 raadsleden. Het amendement is aangenomen. Dan breng ik het gewijzigde raadsbesluit in stemming. Inclusief het zojuist vastgestelde amendement. Wenst iemand daar stemming over? Is niet het geval. Is iemand een stemverklaring of een aantekening? Dat is ook niet het geval. Dan stel ik vast dat de raad besloten heeft de nota wonen en zorg 2022 vast te stellen en de nota kleinschalig wonen en zorg in te trekken inclusief de verwerking van het aangenomen amendement. Dan zijn we... Agendapunt C4 is zojuist al besloten bij de hamerstukken. Even kijken. Dan komen we bij onderdeel D, de moties vreemd aan de orde van de dag. Er is één motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door mevrouw.
mevrouw Visser, de heer Hogewerf en de heer Stam over de aanpassing van het inkoopbeleid. Dat is de portefeuille van uw voorzitter. En ik heb gevraagd aan de heer Mos om hier het voorzitterschap van de vergadering over te nemen. Dus we maken een kleine wissel en dan neemt de heer Mos het voorzitterschap. Ik krijg de motie vreemd in de orde van de dag. Agendapunt D1 is een motie aanpassing inkoopbeleid ingediend door 3 fracties. De ChristenUnie, Hart van Medeblik en de VVD. En dan geef ik aan de eerste indiener, mevrouw Visser, graag het woord om de motie in te leiden. En zoals bekend staat er altijd een bepaalde tijd voor. Gaat u gang. Ach, die moet je hebben kunnen zelf. Dank u, voorzitter. Voorzitter, dit is een motie die al voordat we met reces gingen aangekondigd is op de avond die de ChristenUnie met een spreeknotitie heeft verzorgd over het gedrag van China, de invloed, de manipulatie op onze het Westen, maar ook op de op de Oeigoeren en onderdrukking van sommige groepen. Er is toen heel veel ook gediscussieerd over die avond en daarbij was het ook van ja, joh, wie zijn wij nou om daar de invloed op te hebben tegen de grootmacht van? Ja, de enige invloed die wij hebben, en dat is ook wat voor ons ligt, is om toch bij het inkoopbeleid van de gemeente hier aandacht voor te hebben om toch voorzichtig te zijn met het aankoop waarin Chinese producten er zijn. De ChristenUnie heeft ook toen de tijd met de aanschaf van de zonnepanelen, dat was trouwens in Andijk, aandacht gevraagd dat Chinese zonnepanelen ook met uitbuiting van Oeigoeren tot stand komen. Wij staan hier niet alleen. Op dit moment stikt het van de krantenartikelen en uitzendingen dat wij niet zomaar wat vertellen hier, maar dat het werkelijk waar is dat toch wel China een serieus probleem kan worden. En ja, wie het kleine niet eert is grote niet weert. Vandaar dat wij beginnen in Medemblik om onze invloed hier op te pakken, zodat wij dat ook en andere partijen ook. Ook landelijk wordt er hard voor gewerkt. Door veel partijen heb ik gezien die moties ingebracht hebben om dit punt onder de aandacht te brengen. En waarom? Ik denk ook dat we een beetje ook slapende zijn en dat je dit niet moet onderschatten. Dus wij hebben deze motie gebracht en uiteindelijk hebben wij, de motie komt erop neer dat wij vragen om in deze raadsperiode, waarom deze raadsperiode, ja, het mag ook morgen zijn, maar we hebben geprobeerd om een periode hier aan te zetten waar je natuurlijk ook even de tijd krijgt om hier met elkaar over na te denken. En daarom verzoeken wij het college om in deze raadsperiode het aan te passen, zodat er getoetst kan worden, dus ook bij de inkoop van allerlei zaken, of dit wel of niet met onderdrukking, partijen die onderdrukking in het oog hebben, geproduceerd wordt. En dat je daar dus voorzichtig mee moet zijn. Ik zie al dat u naar de microfoon gaat, voorzitter, dat u denkt het is wel genoeg geweest zo, ik zal u helpen, ik stop. U kunt nog even op het klokje kijken, ik denk dat ik mooi binnen de tijd ben. Ik stop en ik geef het woord aan anderen en ik zal uw leven makkelijk maken op dit moment. Dank u wel, mevrouw Visser. Er zijn drie indieners, dat is meneer Hogewerf van Hart van Medeblik nog en de heer Stam. En aan indieners zie je altijd de vraag of ze nog iets willen aanvullen op dit moment. De indieners. Ja, voorzitter, de indiener bij de VVD die is veranderd, dat ben ik geworden. Nou, mevrouw Visser. Mevrouw Visser. Oké. Okay. Komt misschien door dat broekpakje, ik weet het niet. Oké, wilt u. Heb jij je rokje aan dan? Nou, we kennen straks ons paspoort veranderen als we willen. Oké, okay, wilt u voor mij opgelopen? Nou, mevrouw Visser heeft al veel verteld. Ik wil er nog aan toevoegen dat de Europese Commissie dit ook op de agenda heeft staan. Dat we minder afhankelijk moeten worden van China en dat er meer in Europa geproduceerd moet gaan worden voor onszelf. Goed.
Dat is uw aanvulling. Heeft meneer Hoogwerf nog een aanvulling vanuit Van Medewijk? Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, steeds vaker horen wij dat Nederlandse bedrijven overgenomen worden door Chinese bedrijven. En hoewel wij natuurlijk voor een vrije marktwerking zijn, is de gesubsidieerde overname door Chinese bedrijven vooral een doorn in het oog natuurlijk. Ook al het geld wat wij richting China sturen met onze aankopen, maakt China alleen maar sterker en maakt ons alleen maar meer afhankelijk van dat land. En we zien waar ons dit toe kan leiden nu met Rusland, hoe afhankelijk we kunnen zijn van een ander land. Het is wat ons betreft alleen maar logisch dat ook de gemeente Medeblik kritisch gaat kijken naar de eigen inkoop. Sorry, dit lijkt uw betoog voor de eerste termijn. Het ging om een aanvulling van de onderbouwing van de motie. Daarna komt de eerste termijn. Dus ik geef u straks... Nou, dan start ik deze ronde met even kijken wat op mijn tekst staat. Ik had echt nog één zin, dus ik was bijna klaar. Oh, nou, maar dan is gelijk uw eerste termijn voorbij, bedoelt u? Ja. Oké. Okay, prima, wat mij betreft. Dus het is wat ons betreft alleen maar logisch dat ook de gemeente Medeblik kritisch gaat kijken naar de eigen inkopen voor wat betreft China en de inkopen die niet duurzaam meer tegen zijn. Dank u wel, voorzitter. Ja, dan geef ik de andere fracties de ruimte om aan nog vragen te stellen aan de indiener en een voorlopig standpunt bekend te maken. Ik begin bij mij rechts, de heer Parelberg. Ja, voorzitter, ik hoop dat u wat meer tijd geeft, want ik heb er toch wel een betoogje van gemaakt. En dat gaat over 2-3 dingen en met een vraag aan de indiener op het eind. Aanpas inkoopbeleid China, de waarschuwing heb ik het maar even genoemd. Op 20 juni 2022 tijdens de commissievergadering heeft de heer Groot van de ChristenUnie de bespreeknotitie, zoals door mevrouw Visser is aangegeven, ingediend met als titel, en dat is een andere titel dan deze motie geeft, China, de geschiedenis en een waarschuwing. In een gepassioneerd betoog gaf de heer Groot zijn grote zorgen weer over de gevoerde politiek van China, ook in relatie tot de geschiedenis van het land, haar toekomst en haar mogelijke gevolgen voor Europa en dus ook voor Nederland. Gekoppeld hieraan, eigenlijk in de voetnoot van zijn hele betoog, werd daarmee ook het inkoopbeleid van onze gemeente genoemd. En als zodanig verwoord in een motie die toen al was meegeleverd bij de bespreeknotitie. De heer Groot gaf hier aan mogelijk op terug te komen, want zijn en ook mijn beeld van de discussie toen was dat de meerderheid op dat moment nog niet zat te wachten op deze motie, nog niet omarmde. En u noemde dat een beetje, mevrouw Visser, net in uw woordje. Nu ligt de motie dus weer voor met een enkele aanpassing en sinds kort ook een andere titel, aanpassing inkoopbeleid, dat dus een andere titel heeft dan van 20 juni. Voorzitter, wat ik al zei, ik wil ingaan op twee zaken, namelijk China en het inkoopbeleid en daar nog een vraag stellen. Allereerst China, omdat het inderdaad een belangrijk punt is. In een mailreactie op de bespreeknotitie die ik in juni gestuurd heb aan mevrouw Visser, gaf ik aan dat ik minder pessimistisch ben als het om militair veroveren gaat van Europa door China, maar dat ik wel zeer pessimistisch ben over een handelwijze in en buiten China door China. Dit heeft geleid en leidt tot een veranderde wereldpolitiek en dus een bedreiging voor Europa en Nederland in het bijzonder. Want u weet het of weet het niet, de zijderoute begint in Nederland of eindigt in Nederland en China oogt hierop. En zeker ook omdat Nederland de logistieke poort van Europa is. Dus dat is ter ondersteuning daarvan. China heeft geduld, en dat hebben ze ook vaak gezegd, eens over de wereld te heersen. Maar maakt hierin snelle stappen. In 2049, de 100ste verjaardag van de partij, wil het een welvarend, sterk, democratisch, cultureel ontwikkeld, harmonieus en modern socialistisch land zijn. Dat wordt zelfs in het partijboekje gezegd. Het land heeft zich de afgelopen 5 jaar geprofileerd als een sterk economisch land, een wereldmacht te zijn waarin de eigen visie en doelstelling steeds vaker naar voren komen. Dan trek ik er een beetje in, hoe staan we als Nederland hier dan in? De economische opkomst van China heeft zeker een positief effect op de groei van de wereldeconomie en dus ook op de groei van de Nederlandse economie. Nederland heeft een bilaterale relatie met China en deze is breed en intensief. China is een grootste handelspartner voor Azië voor Nederland en vergis u niet, meer dan 11 miljard aan export gaat daar naartoe. Het Haagse geeft aan dat het kabinet wil samenwerken met China op basis van belangen met het oog voor ideologische verschillen. Onze Nederlandse openheid vraagt wel om zorgvuldigheid en afweging tussen aan de ene kant het benutten van de kansen en aan de andere kant het beschermen van onze veiligheid, onze democratie, onze waarden, het milieu, arbeids- en mensenrechten. Niet in de laatste plaats, zeker de laatste tijd, de privacy. En dit alles botst met de ideologie van China. De bekende uitspraak van China in deze is: we moeten de mensenrechten situatie in China op een objectieve en eerlijke manier bekijken.
En we moeten ons niet mengen in de Chinese interne aangelegenheid en juridische soevereiniteit benadrukken onder het mom van mensenrechten. Einde citaat. Wat wil ik eigenlijk zeggen met de bovenstaande? Ik wil zeggen dat China niet meer weg te denken is uit het mondiale politiek en economisch gebied. En uitgegroeid is tot de wereldmacht. Een wereldmacht waar wij als Nederland mee samenwerken. Ja, het gaat om geld en ook om andere zaken. En tijdens dit zaken doen geven we aan China aan wat onze waarden en normen zijn. De Nederlandse overheid zal daar beheersmaatregelen moeten gaan nemen, of in Europees verband of in Nederlands lokaal verband, om dat maar zo te noemen. Dus het kan wel als de Europees of op landelijke manier anders inkoopbeleid of andere manier mee omgegaan wordt. Dus uiteindelijk kom ik, voorzitter, trechter ik naar de motie. Deze motie stamt uit de bespreeknotitie, maar ondanks dat de titel dus veranderd is sinds kort, is de strekking van de motie toch ook gezien de punten genoemd in constaterende dat en overwegende dat het gaat over het inkoopbeleid van zaken uit China. En dat staat dan weer niet verwoord in het verzoek aan het college, die oproept tot herziening van het algemene inkoopbeleid met betrekking tot duurzaamheid, integriteit en onderdrukking. Dus daar zit een verschil. Je zou dan verwachten dat het verzoek aan het college zich dan ook richt op het inkoopbeleid met betrekking tot China, zoals in de oorspronkelijke motie stond. Maar we begrijpen de intentie van de indieners, indiener en indieners. Hoe zit het dan met het inkoopbeleid van de gemeente? Ja, er is een inkoopbeleid van de gemeente sinds 12 juli 2017 tot op heden. En hierin staan inderdaad specifieke aanvullingen in deel 2 van dit inkoopbeleid van de gemeente gebaseerd op de aanbestedingswet uit 2012. En die is weer gebaseerd op Europese richtlijnen met betrekking tot inkoopbeleid. Hierin is onder andere opgenomen dat er maatschappelijk verantwoord moet inkopen. Denk aan duurzaamheid, sociaal ondernemerschap. En men professioneel opdrachtgever moet zijn, waaronder integer handelen. Tevens, ik kom bijna tot mijn afsluiting. Tevens moet men bij de inkoop van de algemene beginselen in acht nemen als gelijke behandeling, non-discriminatie, dus geen uitsluiting op basis van nationaliteit of land, en transparantie. Kortom, de strekking van de motie is duidelijk voor ons. En dat is goed dat er aandacht voor is. Laat dat duidelijk zijn. Let bij de inkoop dus op zaken als duurzaamheid, integriteit en dus ook op onderdrukking, waar mogelijk is als dat kan. Maar dit is al onderdeel van een Europese en Nederlandse inkoopbeleid. Zie ook het rapport van de ombudsman uit jongstleden tussen 2019 en 2021. Dus, deze motie lijkt overbodig. Het is goed dat er aandacht voor is en dat begrijpen wij allemaal, denk ik wel. Ik hoor graag de portefeuille in deze, houder in deze. En ik denk voor ons dat de crux in deze motie zit, buiten het feit dat het aansluiten op China niet overeenkomt met het verzoek wordt aan het college. De laatste zin, dat het uitgesloten wordt. Het uitsluiten doe je niet. En ik zou misschien dan een tekstvoorstel willen doen, waarbij de laatste zin wordt, waarbij de onderdrukking van groepen, et cetera, speciale aandacht krijgt. Dan uitsluiten kun je namelijk nooit. En dat wil ik benadrukken. Tot zover, voorzitter. Nou, het was een heel betoog. Meneer Beuker van Morren. Dank u wel, voorzitter. Ik. Ja, meneer. Oh, excuus. Ik ben wat korter van stof in ieder geval. Wat betreft China en de politiek die daar bedreven wordt, ja, dat staat gewoon ver van onze democratie en rechtsstaat. En laten we alsjeblieft inderdaad, wat meneer Hogewerf ook zei, niet. Hoe zou ik het zeggen, hopelijk niet Rusland achteraan gaan, maar dat wij met elkaar ervoor zorgen dat de Europese economie daarin wat onafhankelijker komt te staan de komende jaren. Kijken naar deze motie, ja, dat gaat echt sec als ik hem zo lees in het verzoek, want de constaterende dat vind ik best wel heel breed geformuleerd. Want ja, ik heb hier ook op dit moment een iPad in de hand, nou, die worden ook geproduceerd in China en ik denk dat deze microfoons misschien ook wel geproduceerd worden in China. En misschien de beeldschermen die we daar zien worden geproduceerd in China. Dus daarin zijn we op een bepaalde manier nog steeds met elkaar heel erg afhankelijk van. En dat is iets wat we binnen de Europese gemeenschap moeten oppakken. Kijk naar het inkoopbeleid van de gemeente. Ik denk dat dat al is geborgd. We hebben met elkaar daar afspraken over binnen aanbestedingsregels. Binnen NEFI-certificaten die voor inkopen moeten worden. Een inkoper moet een NEFI-certificaat hebben. Dus naar mijn idee wordt dit al zo goed als mogelijk door de gemeente gedaan. Dus ja, het lijkt mij in dit geen een overbodige motie, voorzitter. Dank u wel. Dan de fractie van D66 bij monden van de heer Mos.
Ja, dank u wel, voorzitter. Uiteraard steunt onze fractie een inkoopbeleid dat rekening houdt met productie die integer en duurzaam is. Zo kent u ons. In dat verband hebben wij ook zorgen over China. Goede intenties van deze motie. Maar wij vinden de manier waarop dit is uitgewerkt, dat die nogal rammelt. Zowel qua inhoud als qua formulering van wat nou precies de bedoeling is. Wij vinden dit een onvoldragen tekst die vooral vragen oproept. Allereerst, constateringen en overwegingen gaan allemaal over China, maar het verzoek aan het college is algemeen. Dat heeft de heer Parelberg ook al gezegd. Dus wat willen de indieners nou precies? Er staat nog ergens wel tussen haakjes wat nonchalant en andere landen. Maar welke landen zijn dat dan? Moet de lezer dat zelf bedenken? En verder, onder constateringen wordt geopend met een duidelijke, wel heel specifieke politieke mening over China. Nou, dat is van dikhoutzaag met plankentaal. Dat mag natuurlijk, maar en China is in dit soort opzichten ook niet echt een fijn land. Maar het is een mening en meningen die moeten onder overwegingen staan. Onder de constateringen zetten wij alleen feiten. Zo heb ik dat de afgelopen jaren hier geleerd. En stelt u eens voor, staat morgen in de krant, de Raad van Medeblik constateert dat China de wereld wil overheersen. Ja, ik bedoel, als we dit aannemen, dan zou dat in de krant kunnen komen te staan. Nou, daar ga ik niet in mee. En trouwens, wij weten nog wel wat meer plaatsen op de wereld waar de productie nou niet zo lekker tot stand komt. Het zijn heel wat plekken, dus dit is wel erg selectief. Overigens komt uit China tegenwoordig ook veel hoogwaardige producten onze kant op. Dus de tijd dat uit Zuidoost-Azië alleen maar goedkope rommel kan, die is wel voorbij. Want ja, zelf maken we bijna niks meer. We hebben bijna geen maakindustrie meer. En veel komt van ver weg. Maar goed, er staat dus echt letterlijk ook dat producten uit China en andere landen niet duurzaam geproduceerd worden. Nou, denk eens even na over die zin. Producten uit China en andere landen worden niet duurzaam geproduceerd. Moet ik daarmee? Rare zin. En aan het eind, als u de oproep aan het college logisch wil formuleren, dan moet u het woordje niet weghalen. Want nu is het een tegenstrijdige zin. U wil dat onderdrukking uitgesloten is. En dan gaat het dus om productie die juist wel integer en duurzaam is. Dus de vraag is of de indieners en ondertekenaars zijn eigen tekst nog wel eens hebben gelezen na de eerste keer. Die vraag komt bij ons op. Ten slotte, nieuw beleid moet worden geformuleerd. Dat kost geld. Er is geen dekking voor aangegeven. En dat hadden we hier ooit wel afgesproken dat we dat zouden doen. Als het eenmaal is geformuleerd, dan gaat het zeker nog een heleboel meer kosten. Maar dat is dan van later zorg. Nou, alles op een rij zetten. Het zal u niet verbazen dat wij, als deze tekst zo is, hier niet voor kunnen stemmen. Eerst maar eens een heldere en eenduidige tekst met een duidelijke bedoeling. Hoewel wij nogmaals de oproep voor een eerlijk inkoopbeleid zeker steunen. Dank u wel. Dank u wel. Dan krijgen wij GroenLinks, de heer Huisman. Dank u wel, voorzitter. Wij zijn het er helemaal mee eens dat je klein moet beginnen. En dat kan zeker met zo'n motie, ook hier in de gemeente. Kunnen wij het voorbeeld zijn voor onze inwoners en bedrijven om beter na te denken over je inkoop? Zoals de heer Beuker al zei, kunnen we er soms ook niet omheen. En zijn we al vaak ook afhankelijk van China. Ik heb ook geprobeerd mijn kabeltjes ergens af te krijgen waar ze niet uit China vandaan komen, niet te doen. Maar ik wil wel aangeven dat we vooral afhankelijk zijn gemaakt van China. Want voorheen werden de zonnepanelen nog gewoon in Duitsland gemaakt. Zoals de heer Parelberg al aangaf, zijn er inderdaad inkoopregels voor aanbestedingen. Maar voor veel inkoop is dat niet van toepassing. Een paar weken terug sprak ik nog iemand over de massies. Waar ik in 2017 al een voorbeeld van heb gegeven, dat die van de Lidl wel duurzame cacao hebben en die van de Mars niet. Nog steeds niet. Ik heb inmiddels begrepen dat vorige week er voor het eerst Marsjes van de Lidl zijn gekocht. Die krijgen we denk ik volgende keer. Misschien straks al, precies. Om maar even aan te geven, het hoeft niet altijd duurder te zijn om duurzamer te zijn. Waar we wel moeite mee hebben is de opening. Hij werd al een paar keer aangehaald. Ik geloof best dat er een plan zit van China dat ze een grootmacht willen zijn, worden en blijven. Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld naar de overname van havens wereldwijd, zit er echt een plan achter. Maar om dat nou te koppelen aan militaire uitbreiding en de overheersing van de wereld en het overnemen van allerlei persoonlijke vrijheden, dat gaat voor ons echt te ver richting complottheorieën. En daar willen wij toch echt ons ver van houden. Dus ja, ik denk dat ik redelijk kan meegaan in voorgaande sprekers dat wij deze motie heel graag zouden willen steunen als er wat aanpassingen komen, China eruit wordt gehaald en dat gewoon een algemene motie wordt die op het inkoopbeleid
toespitst. En niet op allerlei andere dingen waarvan we helemaal niet weten of dat wel zo is. Dank u wel. Dank u wel. Dan maak ik een zwaai naar de CDA-fractie. Meneer Droog. Dank u wel, voorzitter. Ik heb ter voorbereiding een stukje gelezen uit het boek van Rob de Wijk. En dat boek heet De Nieuwe Wereldorde, dubbele punt. Hoe China de macht sluipenderwijs overneemt. Dat is een gefundeerd en evenwichtig stuk over de kantelende wereldorde. En dat baart het CDA ook zorgen. En dat stuk uit dat boek, dat staat in schril contrast met de omineuze en deels generaliserende constateringen en overwegingen in deze motie. Meneer Huisman noemde het complottheorieën. Ik denk dat ik daar wel in kan meegaan. Er staat overigens ook nog een wat markant geformuleerde overweging. Misschien wat flauw van mij, maar ik doe hem toch. Overwegende dat de productie ten koste gaat van mensenleed en onderdrukking. Dus in antwoord op meneer Mos zijn vraag of ze hem eens nog eens goed doorgelezen hebben. Nou ja, misschien wel niet helemaal. Maar goed, dat even los van deze generalisering begrijp ik uiteraard wat de indieners bedoelen. Even serieus, voorzitter. Het veroorzaken van mensenleed en onderdrukking bij productie van goederen is crimineel en illegaal. De indieners verzoeken het college het inkoopbeleid aan te passen en wel zodanig dat nauw gelet wordt op inkoop die niet duurzaam en integer is geproduceerd en die tot stand is gekomen door onderdrukking. Mijn concrete vraag is wel of de indieners daadwerkelijk willen dat het college het inkoopbeleid gaat aanpassen of dat uiteindelijk de raad dat gaat doen. Ik heb begrepen dat de vorige keer de raad het inkoopbeleid heeft vastgesteld, niet het college. Maar goed, ik wil het college wel alvast wat op weg helpen. En dan kunnen we gewoon, ik heb een suggestie. Laten we nou eens het volgende opnemen. Wij zetten in op duurzaam inkopen. Dat is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Waarbij mens, milieu en financiën in balans zijn. Bij de mens gaat het om zaken zoals recht op vakbondlidmaatschap, kinderarbeid, fraude, discriminatie. Wij doen alleen zaken met integere ondernemers die zich niet bezighouden met criminele of illegale praktijken. De toetsing van de integriteit van ondernemers vindt onder andere plaats door toepassing van verplichte uitsluitingsgronden bij de uitvoering van inkoop- en aanbestedingsprocedures. Door toepassing van sociale voorwaarden bij inkoop en aanbesteden kunnen ondernemers worden uitgesloten als opdrachten onder niet aanvaardbare arbeidsomstandigheden zoals kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie van werknemers, niet betaling van leefbaar loon, tot stand komen of zijn gekomen. Ik vind dat een prima suggestie. Ah ja, het is alleen een beetje overbodig, want dit staat al in ons inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dus daar wil ik eigenlijk mee afsluiten. Wij kunnen op deze manier niet meegaan met deze motie. Dank u wel. Dank u wel, meneer Droog. Dan de heer Meester van de VVD-fractie misschien nog in eerste termijn. Dank u wel. Dan, ja, mevrouw Visser, u als laatste in deze termijn. U heeft de motie hier gepresenteerd en er zijn wel degelijk een aantal vragen richting uw persoon achter de indiener van de ChristenUnie gekomen. Hopelijk gaat u daarop in. Dank u wel. Alsjeblieft. Ja, voorzitter, ik heb een aantal vragen gehoord en heel veel opmerkingen natuurlijk. En waar wij even mee worstelden, is dat de bespreeknotitie ging natuurlijk heel erg over China. En heeft ook de nodige propaganda gehaald in de krant en dat soort zaken. En op die avond werd ook regelmatig gezegd, ja, zo kunnen wij nog wel 10 landen noemen. Ja, dat is zo. En dat is eigenlijk waarom wij de laatste zin dus algemene hebben gemaakt en niet alleen China hebben genoemd. Want dan ga je één land zeggen en dan hadden we de reactie gehad van wat dacht je van al die andere landen die je had. Waar ik blij mee ben, is dat in ieder geval de urgentie van China wel doorgedrongen is. Maar dat we gaan hebben over zinnen, woorden en formuleringen. Nou, dat is jammer.
Wij blijven, of we moeten schorsen met de indieners om er nog wat aan te passen. Dat er misschien wat meer China uit moet. Wij hebben ook de titel aangepast, juist omdat het niet alleen maar over China gaat. Dat was wel de bespreeknotitie. Maar mede op verzoek van alle commissieleden toen is het algemene geworden en is China gewoon onderdrukking geworden en overheersing. Er wordt hier heel makkelijk gezegd dat Medemblik hier doet. Nou, dat is dus niet zo. Dat was ook waarom wij de aandacht vroegen bij de aanbesteding van de zonnepanelen in Andijk, die uit China kwamen. Dus er wordt niet naar gehandeld, want wij hadden dat wel ook liever uit Duitsland willen hebben, wat een hele goede mogelijkheid was. Dus voorzitter, ik denk dat wij ook even een schorsing nodig hebben om te kijken of wij nog textueel willen aanpassen met alles wat we gehoord hebben, of dat mensen nog in tweede termijn iets willen toevoegen. Maar ik wil even overleggen. Ik begrijp dat u een schorsing aanvraagt, maar het is een goed gebruik dat hier het college zich ook op voorbereid heeft. Ik wil die eerste kans geven bij monden van portefeuillehouder de heer Straat om de reactie te geven van het college en daarna u de kans van schorsing te geven. Ik denk een minuut of 10 straks, denk ik. De heer Straat. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb me goed voorbereid op deze motie, maar er is al heel veel over gezegd wat ook op mijn blaadje staat. Dus daarmee kan ik het wat korter houden. In de eerste plaats sluit ik me aan over de opmerkingen die zijn gemaakt over de tekst van de motie. Want dat is ook het dilemma van het college. De intentie is goed, zeker wat u aan het eind vraagt, even los van de precieze formulering, want dat laat ik aan u. Maar met name de constateringen en de overwegingen zijn soms heel erg stellig. En die kun je ook verkeerd uitleggen, zeg ik dan maar eerlijk. Namelijk dat alle producten uit China en andere landen niet duurzaam geproduceerd worden. En daar loop je ook wel het risico mee dat je wel heel stellig zegt dat het in alle gevallen ook zo is. En helemaal als je gaat invullen welke andere landen dat er zijn. Ik begrijp heel goed wat u bedoelt, maar het staat er op die manier niet in. Laat ik het kort zijn. Het college kan zich niet aansluiten bij uw overwegingen en constateringen. Vervolgens hebben we gekeken, en de heer Droog heeft daar al nodig over gezegd. Ik had me daar ook keurig op voorbereid, maar u heeft het allemaal al voorgelezen. Ons huidige inkoopbeleid zegt al heel erg veel over wat onze voorbeeldfunctie is. Dat we duurzaam willen inkopen. Dat het bij de mens gaat om onder andere zaken zoals kinderarbeid. De zaken waar u het over heeft. Dat we ook ondernemers kunnen uitsluiten als opdrachten onder niet aanvaardbare arbeidsomstandigheden tot stand zijn gekomen. En dan hebben we dus over kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie van werknemers en niet betaling van leefbaar loon. Dat staat dus in ons huidige inkoopbeleid. Dus daarvoor voldoet volgens mij ook heel goed uw motie. Wat u vraagt in uw motie, daar voldoet het inkoopbeleid op dit moment al aan. En tot slot zou ik u willen melden, dan heb ik toch nog een nieuwtje. Dat wij van plan zijn om volgend jaar te starten met het herzien en aanpassen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het staat op de planning. En ik denk dat we allemaal de intentie van uw motie begrijpen. En dat het verstandig is, en dat zeg ik u graag toe, dat we er ook met die intentie nog een keer heel goed kijken naar ons inkoop- en aanbestedingsbeleid. En dan is het dus ook binnen deze raadsperiode haalbaar om een hernieuwd inkoop- en aanbestedingsbeleid aan u aan te bieden. En volgens mij is daarmee uw motie overbodig. Dat was het, voorzitter. Dank u wel, meneer Straat. Het is duidelijk dat het college zegt, we gaan ons nog eens een keer het inkoopbeleid evalueren met de intentie die hier in de motie voor ogen wordt gebracht zwaar mee te wegen en ze ontraden bij deze de motie. U vraagt schorsing aan, 10 minuten. Nou, we hadden al genoeg. Moet ik vragen, zijn er nog vragen aan de portefeuillehouder naar aanleiding van het betoog? Wie meldt zich daarvoor? Niemand? Dan is dat duidelijk geweest. Dan geef ik nu ruimte voor schorsing, denk ik. Voorzitter, we trekken de schorsing in. Wij trekken ook deze motie in en houden hem aan tot wij met grote spanning en hopelijk enthousiasme het nieuwe inkoopbeleid van het college op de agenda krijgen. Zullen wij wederom misschien terugkomen op dit punt. Dan wordt hier besloten door de indieners. De andere indieners steunen.
waarschijnlijk standpunt van... Ja, wij kijken elkaar, ja, wij kijken elkaar vaak aan. Wij zijn heel snel. Dat betekent dat de motie... Dat de motie wordt ingetrokken en dat daarbij het agendapunt aangehouden. En dat daarbij het agendapunt voorbij is. Dank u wel. Dat is het besluit. Goed, dames en heren. Beste leden van de gemeenteraad, we zijn aan het einde van de vergadering gekomen. Namelijk bij D2, de sluiting. Ik wil u danken voor uw inbreng. En wens u nog een prettige avond. Ja. Dank u wel. Vergadering is gesloten.